gaan. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom bij een nieuw video van Mad City. Ik heb er zoveel zin in, ik hou echt van deze game. Maar voordat we verder gaan, mijn merch is weer op voorraad. Het was zelfs zo erg dat het niet op voorraad was, dat er niet eens meer een hoodie was of een shirt in mijn eigen maat. Dus ik kon niet eens meer mijn eigen hoodie aan. Maar ja, alles is weer op voorraad. Laat een like achter als jij Mad City alles hebt gespeeld. En vandaag heb ik 1 miljoen dollar. Dat betekent dat we, als het goed is, de duurste auto van de game gaan kopen. En ik heb nog wat extra Robux. Ga ik zo meteen spenderen aan nog meer geld om mijn kaart te gaan upgraden. Dus laten we maar eventjes gaan. Ik ga weg van de prison. Waarom zijn er trouwens zoveel mensen prisoner? Dat weet ik niet. Waarom zijn er zoveel mensen prisoner? Het is niet zo heel moeilijk om te ontsnappen. Zullen we SWAT kopen? Ik wil eigenlijk wel even SWAT kopen. Dan kunnen we namelijk in de SWAT-auto, want we moeten goed prepared zijn. Ik moet eigenlijk ook wel even wat geld overhouden. Of wat Robux, ja. Look what I got. En dan gaan we eventjes in deze sappige auto stappen. Doet alles het? Ja, let's go. Ik heb trouwens ook de mobile vehicle dinges genomen. Ik weet niet hoe dat heet. Customization. Dus dan kan ik hem meteen customizen. Ik heb namelijk al offcam een beetje mijn auto gecustomized. En het is best wel dik. Hier heb ik best wel iets vets genomen. Het is best wel heel erg vet. Ik heb er heel veel geld aan gespendeerd. Shop. Ga weg. Nee, grapje. Holy damn! Nee! Ik ben in de prison. Nee! Oké, kom. We moeten eruit. Ik wil eruit. Dude, wat gebeurde er? Wie deed dat? Meloenwater deed dat. Meloenwater. Ik ben een beetje boos. Een beetje, maar niet heel erg, maar een beetje. Deze game heeft dus nog geen oplossing voor mensen die op je motorkap gaan zitten. Let's go. We gaan eventjes de auto kopen. Maar waar is die auto? Waar is die ook alweer? Ik weet serieus niet meer waar die auto is. De bank wordt hier overvallen. Dat maakt me even niet zo heel veel uit. Trouwens, er zijn ook nieuwe boten. En ook volgens mij nieuwe helikopters. Is dit de duurste auto? Ja, ja, dit is hem. Dit is hem. We gaan hem kopen. Als het goed is, de duurste auto van de game. De Roadster. Bye. Ik kan zeggen, geweldig, maar dit ding met een level 0 engine gaat zo hard. Nee. Oh, die drifting is heerlijk. Ik heb natuurlijk mijn mobile vehicle dinges. Maar eigenlijk wil ik... Oh jeetje, dit ding gaat eigenlijk te snel. Eigenlijk wil ik hem echt upgraden in zo'n shop car customization ding. We gaan eventjes deze kopen. We gaan eventjes deze kopen. Rip me Robux. Ik heb hier zoveel geld aan besteed. Dus laat allemaal even een like achter. We gaan weer voor de 5000 likes. Yup. Oh, dit ding gaat te snel, joh. We zijn binnen. Even kijken, wat is de duurste skin? Mermaid. Holy damn. Ja, je hebt ook Babe, die weet ik al. Deze vind ik heel mooi. Echt? Nice, dude. Ja, we gaan eventjes kijken voor de rims. Ik zie nog niet hele nice rims. Deze zijn best wel nice. Cyan. Oh. Spoiler. Die moet sowieso. Ik heb nu deze. Maar ik vind deze niet zo heel erg vet. Zo'n ladder is zo vet. Nou, ik neem gewoon deze die ik al heb. Spoiler color. Wil ik eigenlijk cyan. Dit is zo vet. Rim color. Cyan. We kunnen ook nog gewoon de engine. Let's go. Dit ding kan niet eens normaal sturen. Look at me go, bros. Je hebt dus ook verschillende helikopters. Maar ja, die kunnen we nu niet meer betalen. Heeft hij deze auto ook? Oh, nee, nee. Holy damn. De Roadster is zo snel. Die drift was te goed. Wat? De vulkaan barst uit. Oh, mijn wielen zijn weer terug. Wie had dan spike traps neergelegd? Dat was echt naar. Check de vulkaan. Dude, er gebeurt zoveel. Ik moet erheen. Ik moet erheen. Ik kan worden geraakt. Maar ja, boeien. Ik ben toch super snel.
Holy damn! Wat is dit? Dude! Oh mijn god, in de vulkaan zitten de superheroes. Natuurlijk. Maar je hebt dus ook wapenskins. Dus eigenlijk wil ik ook even naar de wapenshop. Maar daarvoor moeten we eigenlijk een prisoner zijn. Maar ik zag ook iets over een piratenschip. En die wil ik eigenlijk nu gaan zoeken. En ik zie jullie wel wanneer ik hem heb gevonden. Maar als ik hem niet kan vinden, dan gaan we wel gewoon een prisoner worden. Gaan we wapens kopen, gaan we even banken overvallen. En dat is gewoon leuk. Ik denk wel dat hij bij de zee is, een piratenschip. Maar ik weet dus niet... Oh, hier zijn dus andere helikopters. Dit wist ik nog niet. Ik heb nog niet eens heel die stad geëxploord, joh. Ik heb een beetje jeuk aan mijn neus. Ik heb nog niet eens heel die stad geëxploord. 50.000 maar. Dat verdien ik zo. Met één robbery zo'n beetje. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Een Buzzard Attack Chopper met missiles. Nee, joh. Oké, laten we even met sirenes gaan rijden. Dat is wel even vet. Oké, we moeten eventjes een beetje aan de zee gaan rijden. Oké, misschien is het wel beter om met een helikopter te zoeken. Nee. Waar is dan het piratenschip? Want ik zweer het, het is een piratenschip. Want er zat ook een piratenvlag bij. Holy damn, ik heb hem. Daar moeten we heen met een helikopter. Daar moeten we serieus heen met een helikopter. Oké, ik stop hem even hier. Staat mijn lok aan? Moet ik er weer even in, dan lokt hij. We moeten daarheen. Ik heb een idee. Dat piratenschip gaan we doen aan het einde van de video. Nu word ik gewoon de prisoner. Gaan we banken overvallen, dat soort dingen. Even kijken of er iets speciaals in deze doos zit. Hij is empty. Ik hoor een Tech Nine. Nou, ik weet precies hoe je deze prison moet escapen. Hoezo zijn er zoveel prisoners? Het is zo makkelijk. Oh, omdat alles is leeggeroofd. Tape. Lockpick door. Oh, heerlijk. Je bent in de restricted area. En naar boven. Dit mag niet, hè? We zijn nu in een restricted area. Oh, dat was makkelijk. Ik hoor schoten. Hoe gaan we bij die auto komen? Oh, een boot? Oh, we hebben verschillende keuzes. Nou, ik pak deze. Dat lijkt me iets veiliger dan die jetski. Nou, dat weet ik niet. Jetski is natuurlijk wel sneller. Nee, die moeten we denk ik kopen. Later, boys. I'm going. Oh, ik hou hier echt van. We gaan eventjes in de shop kijken. Alleen maar skins. Oké. Wat is dat? Een flare? Het is zo vet geworden. Sinds de laatste keer dat ik het heb gespeeld. We gaan eventjes naar de autoshop. Of tenminste naar die ene auto, die roadster. Maar die zit daar aan de andere kant. Dus dan moeten we even een auto vinden. Oh ja, ik ben nu officieel een criminal. Oké, rechtdoor is Mad City. Happy Hangar en Paradise Pier. Oké, ja, daar heb je dus boten links, dat soort dingen. Pik, ik wil een skin. Wanneer je echt gewoon geen geld hebt. Laat gewoon deze kopen. We hebben gewoon een wapenskinnetje. We hebben gewoon een wapenskinnetje. We hebben trouwens ook nog een RPG. Hier is mijn Tesla Roadster. Jammer joh, pik. Let's go, we gaan hier weg van de superhero Basil. Die is hier letterlijk naast. Oh, er zijn geen mensen. Come in, boys. Ik heb nog steeds mijn prisoner pak aan. Als die nu dicht gaat, hè? Ik wil ook nog dukaten. Lekker, bro. Jullie zijn er nog. Ik wil ook dukaten. Ik ga ook dukaten verzamelen. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Oké, let's go. Ik vind dit genoeg. Ik hoor letterlijk gewoon iemand. Ik zag iemand. Ik zag iemand. Nee. Nee. Ik kon gewoon nog meer. Met een VIP kan je ook nog meer. Ah! Oké, dan moet ik even niet tegen de boom aanrijden. Want dan komen ze gewoon achter me aan.
Let's go. In mijn rood is het easy. Here I am, bros. Ja, ik doe het gewoon easy, hoor. Het is niet eens moeilijk. Oh, het is ook fijn dat ik onzichtbaar ben. Neem ik ook even mijn normale kleertjes. Yo, later. Ik ga. Ik neem trouwens wel even wat grenades. Dat is wel chill. Ja, dat is gewoon chill. Dat is gewoon chill. Casino's open. Casino vind ik zo leuk. Casino is echt heel leuk. Wie doet er nou zo grappig? Oh, dat ben jij. Moeten even verdienen. Kijk, nu gaat het alarm nog niet af. Dat vind ik zo chill. Eerst moet je alles activeren. Doe best wel ongecoördineerd. Kijk, het alarm gaat niet af. Er staat ook nog gewoon dat je nog gewoon erin kan. En het is open en het alarm is gegaan. Let's go. Ga zoveel mogelijk. Oké, ja, dit is het. Nobody's here, maar met VIP kan je volgens mij 2 keer meer. Dus ik had gewoon 8000 cash. Dus VIP is wel de moeite waard om te krijgen. Let's go. Oh. Oh, ik dacht al, ze bewegen niet. Ik lette daar niet eens op, hè? Anders was ik dood. Hier, call de elevator, call elevator. Go, go, go. And here we are, my bros. Dit is een helikopter. Nee. Dat klinkt niet heel geweldig. Kijk, ik loop erheen. Kom dan. Gewoon 4000 verdiend. Die casino is zo makkelijk. Maar hij is wel zo leuk. Hij is gesloten. Ik ben bijna dood. Was dit de enige popo? Volgens mij wel. Oh, waarom geniet ik zo erg hiervan? Ik vind mijn skin mooi. Ik vind gewoon mijn hele auto mooi. En ik vind ook gewoon dat ik een coole auto heb. Volgens mij de duurste auto van het spel. De Roadster. Heel vet, heel vet. En het kon allemaal dankzij de 5000 likes. Als we die weer halen. Dat zou gewoon super awesome zijn. Dat zou super awesome zijn. Prison Island. Kom, we gaan even gedag zeggen tegen de guards. Yo. Kom. Yo, kan je mijn auto trouwens stelen? I don't know. Moet je zien hoe badass dat eruit ziet. Ik voel me echt geweldig. Ik voel me echt geweldig. Ik ben het helemaal vergeten. We hebben er bijna geen tijd meer voor. Ik heb een heli nodig. Een helikopter. Ja, die heb ik nodig. SWAT. Oh nee, trouwens, ik kan wel even deze nemen. Deze is wel gewoon goed. Let's go. Pak een helikopter. We gaan eventjes naar het schip toe. Want eigenlijk wil ik wel eventjes... Waarschijnlijk is het een soort verhaal. En eigenlijk wil ik dat wel eventjes meemaken. Dus let's go. Oké, dat wil ik niet. Zo, hier is een dikke nuclear plant. Laten we er even boven vliegen. Hallo, volcano. Maar wat zit hier binnen dan? Ja, de Crimbase. Ik zie hier iemand staan. Of ben ik nou gek? Hij is best wel... Wat? I only speak with fellow thieves. Waarom is de CSGO geluid? Dude, zo verpassionate. Het is geen Zeusgeluid, gelukkig.
Maar dan moet je de prisoner zijn. Grappig, man. Maar ik ga niet. Als een prisoner ga ik hier niet komen. Ik kan het wel aan een VIP-server proberen, maar dat doe ik dan wel een andere video. Ik haat je. Ik vond deze video van Matt City weer even super... Oh, dit ding is nieuw. Dit ding is wel vet, hoor. Er zijn zulke vette dingen. En de game is pas net uit. Je kan je ook een heli fixen. Oké. Of je moet een boot fixen. Een boot is misschien nog wel veel makkelijker. Bij de prison staat gewoon een boot. Dan ga ik allemaal gewoon eventjes off-cam proberen. Want ik wil echt heel graag die chest open krijgen. Meneer wil lalijk het daar als je het super vonden. En zie ik jullie bij de volgende video. Later!